Guusjes kinderfeestje. En wij gaan naar Duinhoort. Oh, ik zie er al een. Het wordt wel heel mooi gemaakt. Het is gewoon een surprise. Ja, hier gaat Guus tokkelen. Tadaa. Woe. Ga je een race? Ik wilde met Junior gaan spelen, maar Junior is heel makkelijk zelf op pad. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En wat is het vandaag? Guusjes feestje! Ja? Ja. Guusjes kinderfeestje. En wij gaan naar Duinhoort. En dan staat... Stijn en Joris zijn er. Ja, Stijn en Joris zijn er. En dan staat hier een hele grote doos. En we wilden eigenlijk de cadeautjes doen in Duinhoort, maar dit past allemaal niet in de auto. Want we zijn er met zoveel mensen. En ja, het gaat niet passen, want in mijn auto zit mijn toeter, want ik heb morgenochtend extra repetitie. En dus die moet mee naar Duinhoort. Kan ik nog een stukje voor jou blazen daar? Zal ik dat doen? Zeg maar nee. Nee. Maar hier is echt het grootste cadeau ever. Ja, hij is echt heel groot. Hij is niet voor jou. Bij jou een record man. Bij jouw verjaardag een heel koor? Ja, pas de vorige keer, ja, een paar jaar geleden kwam er een heel koor verjaardag. Oh, oké. Okay. Nou, dat weet ik niet meer. Nee, dat is voor Guusje. Ja, dat was met de carnaval toen hij buiten. Toen heeft een blaaskapel langs als leven. Ik wil met Guusje. Nee, dat is voor Guusje maar slaan. Kijk maar. Allemaal snot. Nee. Snot? Ja? Ja, heel veel snot. Vroeger deden wij dan slijm eronder. Dan sloeg je en dan zet je hand helemaal in de slijm. Kan ik echt niet. We laten één cadeautje zien, goed? Ja. Waarom? Nee, ik ben niet zo heel goed in grabbelen. Oh, ik zie er al één. Het wordt wel heel mooi gemaakt. Het is eigenlijk gewoon een surprise. Oh, dit zijn snoepjes, denk ik. Ik denk drinken. Dat zal wel goed zijn. Dat zal jij wel goed denken. Of shampoo. Ja, ik moet drinken. Is... Shampoo is het. Oeh, candy can! Die had jij ook gescheerd? Nou, lekker. Marshmallow. Oh. Marshmallow. Ja, spring maar even, want dan zijn we daarna in Duinhoort. Ja, spring maar. Stoel. Ja. Ik heb ook. Ja, en we zijn in Duinhoort. En ze hebben al slushpuppies en allemaal wat eten gepakt. En we gaan even lunchen en dan gaan we met de cadeautjes beginnen. Mm-hmm. Ja, kijk hier, pannenkoekje van me. Huh? Ben je een cadeautje vergaan? Had jij een cadeautje dan? Oh? Ja, ga maar lekker allemaal eten halen. Dan gaan we cadeautjes doen en dan gaan we het park eens laten zien. Het was wel grappig, want in jouw herinnering op Facebook stond 3 jaar geleden. Ja, toevallig hè? 3 jaar geleden. En toen hadden we hier ook een vlog opgenomen. Dat was wel heel leuk, want toen deden wij net vloggen. Ja. En toen kregen wij daarna een heel mooi doos vol met verrassingen en dat we nog een keer mochten gaan. Ja. En volgens mij zat Merel met Junior op die schommel, op die groene weg. Zullen we dingen doen van de vlog van toen, zullen we die weer doen? Madelief heeft heel veel geluk, want je moet 1,30 meter zijn om te mogen klimmen. En hoe lang was jij? 1,29 meter. Dus toen zei ze... Alleen, ik hoorde iemand achter mij zeggen van... Ja, ik ben 1 meter te klein. 1 meter? Ja, ik bedoel 1 centimeter. En dan mag je op baan 1 en 2. En dat gaan wij in ieder geval samen doen. Maar ze staan allemaal al klaar bij baan 1. En dan komt er iemand... Komt je eraan koppelen? Alleen ik vind het wel strak. Ik vind het echt een spoor. Ik heb voor jou. Ja, wie van jullie heeft dit al wel eens eerder gedaan? Ja, ik heb wel eerder gedaan, maar niet hier. Okay, jawel, nou, bij schoolreisje. Ik heb het ook eerder gedaan, maar dan niet hier. Ik heb er nog 1, toch? Oh ja, Mama, ik heb het ook eerder gedaan. Papa. Ja, Chloe. Ja, oh, die komt er nog aan. Ik heb het ook eerder gedaan, maar dan niet hier. Oh, met zo'n touwtje? Ja. Ja? Bij een kinderfeestje van Anne. Ja. Kom snel! Dit is de jongste. Wie is zij? Dit is de jongste en die is 8. Oké, ja. Dan moet die een. Gaat die als eerst dan? Sorry, ik moet achter mij. Wil je als eerst? Nee, ja, ik ga na jou. Dan kan ik jou helpen.
gaan wij wel als laatste. Ja, dat Buddy, ga jij dan in het midden? Ja, hier gaat Guus tokkelen. Tada! Woe! Ja, gelukt! De kinderen zitten allemaal in deze baan. Ik was iets te oud, Madelief vindt het wel een beetje spannend. Het ging net niet heel goed met Madelief. Nu wel, hè? Nu gaat het goed, hè? Ja, kijk, dit is best moeilijk. Ja, zo ja! Hey, Floor, doe wel eventjes helpen. Je had hem eerst goed. Ja. Ja. Goed hoor, Floor. Lief van jou. Ik mocht niet op deze baan, want het is echt voor kinderen. En vind je het eng, Madelief? Nee. Nee? Vind je het leuk? Goed zo. Zometeen moet je tokkelen, hè? Dat is wel spannend, hè? Zo glij je aan een draadje. Ja. Als je een beetje opschiet, dan zie je anderen het doen. Zo, we gaan in de volgende. En ik mag mee. Ja, wacht hier tot de persoon voor je op het platform is. Madelief, de persoon voor je, is die op het platform? Is de persoon voor je op platform? Ja, hier, maar hier moet je wachten. Ja, we kijken wel waar we uitkomen. Het is in het bos. Hoe moet je hier dan stoppen? Net als ik weet niet waar wij stoppen. Want hier is geen platform. Hier is gewoon een boom. En daar bot je dan tegenaan. Boom. Nee. Daarom zit de kussen eromheen. Oh, nou ja. Vond je de eerste leuk? Ja? Nee, in het begin vond ik het leuk. Jij vond het een beetje moeilijk, hè? Gelukkig zat Floor achter jou. Die deed goed helpen, hè? Toen begreep ik er niks van. Nou ga ik jou helpen, ja? Als er iets mis is. Ja? Maar ik denk dat jij wel iets beter kan dan jij. Maar ik doe even zo, want anders ja. Kom ik vast. Nou ja, ga maar. Jij mag. We zijn op een klimrekje en Madelief die gaat gewoon al helemaal zelf. Echt heel goed. Goed dan, Madelief. Als het op de helft is, mag ik ook gaan. Maar ik wacht nog heel even. Is het eng? Goed zo. Je mag! Gaat die goed? Ja? Moet ik helemaal nog daarheen? Daar is Madelief. Nee, want die meneer gaat naar boven klimmen. Dit is de wiebelbrug. Vond je deze niet eng, Madelief? Nee. Oh, ik wel hoor, de wiebelt. Nou, en hier komt nog een tokkel vanaf de achterkant van Madelief. Durf je? Ik kan dit echt. Je moet gewoon doen. Ik kan dit ook. Gewoon een beetje rennen door de lucht. Ik kan dit niet. Ja, je moet. Ja, ga maar. 3, 2, 1. Goed zo! Ja! En het touw pakken. Oh! Ja, heel goed gedaan. Zo, wij zijn nou lekker met z'n tweeën op de derde baan al, hè? Dan moeten we even pauze nemen. Ja, dit is altijd even... zo. En Madelief, die kan het al zo goed, hè? We hebben nou al 4 keer getokkeld op deze baan. Ja. Dan nog maar 5 minuten. Ja, jij kan het echt heel goed al. Daar weer tokkelen, denk ik, ja. Oeh. Ik ga zo meteen... De laatste al, dan is deze baan klaar. Nee, dan moet je even pauze nemen. Ik ga zo meteen, ga ik zelf ook nog. Want ik mag nog ze allemaal zelf. Ja, ik kan ze allemaal nog een keer doen. Je mag ze 2 keer allemaal. Ja. Oh. En anders moet je opnieuw... Oh. Oh. Als je afspreekt. Oh, oké. Okay. Nou, je doet heel goed, hoor. Wij zijn op bij een race en Madelief is aan de beurt. Ik ga echt. Het highscore van vandaag is 10-13. Net gelopen. 13-10.
Nou. Kijk of jij het kan. Ik kan dit drie. Echt niet. Op die knop drukken daar, hè? En dan als je klaar bent op deze knop hier. Ja, ga maar. Daar komt een scherpe bocht. Zo, goed hoor. Zo. Nee. We zeggen allemaal wel heel goed gedaan. Ik ben een jarenkornel. Ik ben er net mee begonnen. Ik heb het net... Het jarenrecord is... Ik had 11.05, maar dat zie je niet. Kijk, er komt ze aan, hè. Zo, snel hoor. Goed om alle lief. Die moet je proberen te breken. Ze snel. En hier, hartstikke goed. 23 seconden. Nou, nu ga je. Nu gaat papa. Gaat niet lukken. Hij moet heel veel lukken. Waar is die? Oh, ik had een heel veel. Ja. Nou gaat jullie pap. Hè? Gaat je niet lukken? Nee! Kom, door, kom eens. Je zit al 20 seconden. Krijg jij nu een medaille? Krijg jij nu een medaille? Nee. Diegene die een kwart over vijf is. Ik ga zelf. En hoe weet je nou waar diegene is? Ik ga ook. Mag... Ja, eerst gaat ze... Kijk voor kleintjes. Maar hoe weet je nou waar diegene is? Go! Wie weet dat hij een kwart over vijf is? Ik ga ook kijken. En hoe laat het niet? Dus dan moet je er pas kwart over vijf blijven. Wacht op. Ja, ik ga het ook doen. Goed! 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 Nee! Nog een keer gebroken. Fijn, je mag er niet afspringen. Dat telt hij sowieso niet. Klaar afspringen. Van die trap. Ja, joh, hij zit. Oh, dat lijkt een soort baas of zo. Zo, hoe kan dat in 12 seconden, joh? 11 seconden. Ja. En 5. Snel, hè? 5 milliseconden. Ja, ik ga wat drinken. Ja. En tik. Woep. Ja, kom. Oh, maar lief nog een keer. Na het klimmen moet je eventjes een kwartiertje rust nemen. Een half uurtje rust. En dat heeft Madelief gedaan en ik ook, maar ik ben niet meer gaan klimmen. Madelief gaat ze alle drie weer doen. Dus die is lekker aan het klimmen. En wij gaan eventjes Junior zoeken. Ik heb Maxi. Oh ja, ik er nog niet. Er zijn hier allemaal speeldingetjes. Junior moet hier dus bij de trampoline staat hij daar. Ja. Dus ja, we gaan meer oppassen op de spulletjes. Slim dat je meer om meegenomen. En die wilde met Junior gaan spelen, maar Junior is heel makkelijk zelf op pad. Ja, ze worden groter, hè? Die jongens en die en Guusje hebben net ook met trampoline gespeeld. Dus ze zijn met een klein groepje. Ja, hier kun je autootjes rijden, zal hij ook al wel gedaan hebben. Dat weet ik niet. Zullen we wel eens even vragen wat hij het leukste vond? Ja. Junior, kom! Is het leuk? Hij heeft tijd tekort. Wat is het leukste wat je gedaan hebt tot nu toe? De autootjes rijden. Wil je dat weer doen? Ja, wij gaan meekijken. Oh, ja, aan de kant. Oh, dat is goed. Ik weet dat hij tot aan kijk naartoe gaat. Kom maar mee. Ja. Hij heeft tijd tekort. Kom maar. Goed gedaan, hoor. Prima, jongen. Duinoord zit erop. We zijn weer thuis. En we zijn echt in het huis. Want morgen slapen we hier ook. Ja, iedereen heeft dit weekend zoveel verschillende afspraken staan. Dat het logistiek handiger was om in Oudenbosch te zijn. En niet dat ze nou nog naar de camping moeten en halen, brengen. Het was eigenlijk niet te regelen. Nee. Mama, ik heb nog een vraag trouwens. Oh. Als ik morgen dan bij Alia logeer, dan kan je me dan ook nog niet ophalen. Waarom ga je dan niet op de fiets naartoe dan? Met mijn fiets prima. En ik ga ook weer gaan. Ja, jij bent een keer ook wel lopen. Ja, maar wij zijn zondag... Lopend? Nee, wij gaan zondag naar Omroep-Brabant. Maar dat komt vaak op Stanje op onthalen. Zondag hebben wij opnames van het programma De Talkshow Kraak. En daar zijn we 2 of 3 jaar geleden ook geweest. Ja. Met Vaderdag. Is al 2 jaar. Toen was er volgens mij nog geen corona. Nee. Anders konden we niet naar het theater. Ja.
En toen hadden we dat hele leuke met Albert Verlinde dat we toen bij Anastasia mochten komen. Ja. Het was met Vaderdag. Ik weet niet meer waar het dan. Het was met Vaderdag, ja. In ons eerste vlogjaar. Dus toen was er geen corona. Klopt. Het is 2019 en toen zijn we in november 2019 zo naar die dingen geweest. Dat in 2020 corona kwam. Dus wij zijn er dan niet. Maar anders ga ik op stand zullen we ophalen. Ja. En hoe was jouw feestje? Vond je het het leukste feestje ooit? Ja. Ja? Ja, het was heel gezellig. Helemaal volgend jaar heb je je leukste feestje ooit, hè? Dat vindt iedereen zijn leukste feestje ooit. Het eindejaarsfeestje in onze bar. Als we onze bar dan nog hebben. Ja, maar anders... dan krijgen we weer kijkers van thuis. Ja, we krijgen elke maand wel een kijker. Elke keer een projectontwikkelaar. Maar helaas bij de gemeente, die staan niet achter die plannen van die projectontwikkelaars elke keer. Jezelf frustrerend. Dat is wel frustrerend. De rest van de straat gaat wel. Ja. Dus. Maar daar gaan we nou maar niet over uitweiden. Maar woensdag komt er geen projectontwikkelaar, maar iemand voor een woongroep. Dus wie weet. Ja. Zou wel zijn, hè? Zou het nou toch wel wel zijn als dat nou verkocht wordt? Terwijl we net plannen bij Etten-Leur hebben. Ja. Dat je nou dan in één keer je huis zou verkopen. Ja, dat is wel heel leuk, maar dan wordt het wel even een hele drukke tijd. Maar ja. Het is wel moeilijk om een nieuw huis te vinden. Nee joh, er zijn heel veel huizen te kopen die wij mooi vinden. Dus dan gaan we echt kijken, mama die kijkt stiekem wel. Kijk af en toe wel eens. En dan krijg ik een appje en mij kijken niet naar. Dus ik heb wel appen naar mij, maar ik kijk toch niet. Dus dan kijk ik wel een beetje. Ja, dit was dus jouw feestje, hè? Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we weer en we hopen dat je abonneert. Houdoe. Wij hebben allebei bij de harmonie gezeten en dat was in dezelfde harmonie op donderdagavond. Ja. Als jij groter bent en jij voetbalt ook op school en zo, dan kan je dat ook doen. Junior heeft vandaag zijn eigen kleren uitgekozen. Dus we hebben nu maar één kind. Ik vind dat echt niet leuk als die wekker gaat. En 's avonds komen die allemaal op de ruit zitten.